was bij de Gamma. Daar kom ik nog wel eens. En niet voor alles hoor, want niet alles is even aantrekkelijk daar, want er zijn natuurlijk andere dingen die ik ergens anders haal. Dus. Maar ik sla niemand over. Ik heb hier een blokje, stopcontactblokje. En dat heeft als voordeel dat je grote knoppen erin kan passen zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Dit leek mij wel wat. Die ga ik eens even openmaken. Dan ga ik eens even kijken wat hier allemaal in zit. Ik ga het niet volgen. Oké. Eén blokje. Met een snoer eraan. Kijk, leuk hè? Ja, vind ik dat wel wat. Want ik had hier tegen mijn kolom tegenover mij, had ik een klein vierkant blokje, had ik daar met een lijmklemmetje er tegenaan gezet. Maar dat blijft toch niet zo lekker op zijn plaats zitten. Kijk, ik heb hier 3 meter snoer aan zitten. En dit is een soort standaardje waar die op past. Heb ik gelezen op de doos. Ik krijg hier plakband bij. Nou, heb ik zo mijn twijfels over dat plakband, maar goed. En dit moet je er zo kunnen opmonteren. Ben je dan 1 stopcontact kwijt? Er zit niks meer in. De handleiding staat hier. Nou, moet je in het Nederlands. Met een vergrootglas. Hier op dit doosje, er staat hier een voorbeeld van een bureau. En dat snoer, waar leidt dat heen? Ik zie hier ook een stekker uitsteken. Dus ik moet toch verschillende opties hebben. Verticaal, horizontaal, ja, dat is natuurlijk van de onnozelheid van hier tot Gunther, dat ik niet weet dat je in alle standen kan monteren. Ja. Het snoer zit erachter. Dus, wat gebeurt er? Als ik dat snoer achter heb, dan verlies ik 1 stopcontact. Dus dan zou ik dit moeten kunnen monteren. En dat draait en dan staat hij vast. Oké, dat is waar. Dit moet je dan met dat tweezijdig plakband ergens op vastmaken op mijn bureau. Ik ga hem tegen mijn die kolom, die stalen kolom die tegenover me staat, ga ik hem monteren. En dan heb ik 1, 2, 3, 4 stopcontacten. Als je deze eraf haalt, heb je 5 stopcontacten. Nou, dat is niet gek. Maar 4 is ook genoeg. Maar ik ben bang dat dit dubbelzijdig plakband dat niet houdt. Dat moet je dan zo, denk ik, erop plakken. Of zo. Nou, ik zou het zo doen. Dit komt overeen met het hoekje. En waarom dat dit nou zo uitsteekt, dat weet ik niet. Dit kan je eraf trekken. Hier zitten rode puntjes. Dan gaan we dat eerst doen. Doen we dat hierop. En dan ga ik daar op mijn kolom ga ik een stukje schoonmaken. En dan ga ik dat er gewoon erop zetten. Kijk. Dat was het zo. Had ik besloten.
Dat is één ding. Ik weet niet aan welke kant je moet beginnen, maar het moet toch even sterk zijn natuurlijk, de ene kant en de andere kant. Dus of je nou die blauwe er eerst afhaalt of die witte, dat mag toch niks uitmaken, zou je zeggen. Nou, dit hoekje, dat klopt niet. Want dit is groot en dit is een klein hoekje. Dus dan zou die zo moeten. Andersom. Nee, is ook een groot hoekje. Snap ik niet. Dit klopt niet. Nou, die zetten we er gewoon naast. Dit hoekje correspondeert niet met dat hoekje, maar kniezoor die daar plet. Nou dacht ik, als ik dat nou hier doe, en dan heb ik hier een heel eind snoer. Die kan ik ergens inprikken. Dat is geen punt. Dan hangt hier wel meer wat. En dan heb ik op mijn insteekhoogte. Moet dat lukken. Maar dit moet natuurlijk wel schoon zijn. Doekje erbij. En nou moet ik dat zo er tegenaan kunnen. Ander gedeelte. Ik moet zeggen dat die dingen eraf halen, dat gaat heel handig. Dus ik heb hier nou een stopcontact van boven. Geaard zelfs. Hier, ik zal het even goed uitbuigen. En nou zit dit ding misschien in de weg, ga ik ietsje lager. Ik zal goed hard trekken, duwen bedoel ik, tegenovergestelde van trekken. En nou staat de stroom erop. Voelt wel stevig. Zo. Het kost me enigszins moeite om hem er even erin te drukken. Als je hem eruit trekt, zou ik toch even twee handen gebruiken. Maar je kan hem er nu ook afhalen. Dat is natuurlijk wel handig. De twee hier sleufjes die corresponderen met de aarde. Dus die moet je er zo in doen. En hij hangt. Stevig snoer. Niet te kinderachtig. Kost zo'n €23. En de voorinsteken is handig bij zo'n situatie als op de werkbank. En dan. Oké, ik ga hem zo weer aftrekken. Ik denk dat je gewoon ook zo kan trekken, maar dit wil ik niet te veel belasten. Wel aan het opdrogen is. Aan de binnenkant heb ik ook nog een hele handleiding, zie ik. Hoe je dat allemaal kan doen. Je kan het natuurlijk onder je bureau ook doen, op je bureau. Ik weet niet of je meer eraan elkaar kan koppelen. Er is er ook eentje in de handel met een USB, die is duurder. Dus ja, in een bureausituatie is dat natuurlijk wel handig dat je een USB voor de opladers. Maar dat heb ik in mijn werkplaats niet nodig. Dat is een groot voordeel van een kubus. Dus ik sta hier gewoon weer gratis reclame te maken. Kijk, dit geval. Ik vind hem goed. Ik vind hem netjes. Ik vind hem wel professioneel.